helaas is Fleur voor de tweede keer kreupel. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op het kanaal van Horse Fit Shop. Ik sta hier naast Fleur en ik was van plan vandaag een super leuke dagvlog op te nemen. Maar helaas is Fleur voor de tweede keer kreupel en dit keer waarschijnlijk achter bij de linkerknie. En ik baal daar best wel van, want we gingen eigenlijk weer goed. En naar de osteopaat is geweest, ging eigenlijk alles weer goed. Dus ja, dat is best wel vervelend dat Fleur weer niet goed loopt. De osteopaat is net geweest, zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien. En alles zou weer goed moeten zijn. En ja, ze liep eigenlijk ook wel heel goed afgelopen week. Maar ik mocht eigenlijk alles weer doen deze week. En ik ging dus met mijn bijrijder een klein kruisje springen. Gewoon echt super laag. En toen struikelde ze na het kruisje. En ja, toen was ze kreupel. Dus ik baal best wel heel erg, want we gingen weer een beetje de goede kant op. En nu is het dus weer missenboel. Dus ik laat de osteopaat weer terugkomen. En dan gaan we wel even kijken hoe het met Fleur gaat. Maar goed, deze video verandert daarom een beetje. Dus ik ga jullie nu gewoon een beetje meenemen op mijn routine. Wat ik doe op stal. Als ik op stal ben, zoals voerbakjes maken. En ja, lekker wandelen met de paardjes. En nog wat nieuwe producten die ik jullie heel graag wil laten zien. Dus blijf vooral kijken. Nou, als eerst wil ik jullie de Healthy Box van Excellent Horse laten zien. Dit zijn verschillende tabletten. Deze zijn eenvoudig te geven aan je paard. Ze bevatten samengestelde kruiden, vitamine en mineralen. En omdat het dus zo'n praktische tabletvorm is, hoef je je nooit zorgen te maken over of je paard het wel of niet binnenkrijgt. Met olies en zo worden je bakjes vaak vies. Of weet je niet zeker of de staleigenaar het er wel bij in doet. Of met andere kleine supplementen of brokken. En dit kun je gewoon makkelijk geven aan je paard als beloning. Ze mogen 5 tabletten per dag hebben. En op die manier krijgen ze dus toch de supplementen binnen die ze nodig hebben. En weet je zeker dat ze binnenkrijgen? Nou, ik heb in de Healthy Box gekregen eentje voor de spijsvertering, eentje voor de luchtwegen en eentje voor de weerstand. En Fleur rookt de snoepjes nu al. Ze is echt helemaal mijn handen al aan het aflikken. Dus ik ga van alle 3 nu een snoepje pakken. En dan ben ik best wel benieuwd welke Fleur het lekkerste vindt. Dus dat gaan we even proberen. Nou, Fleur die is de hele tijd al geroken. Dus die is echt helemaal aan het wachten tot ze eindelijk even mag. Nou, gaan we als eerste die voor de spijsvertering doen. Lekker. Volgens mij is die wel goed gekeurd. Dan de voor de luchtwegen. Nou, die was zo weg. En dan hebben we nog voor de weerstand. Lekker. Op. Nou, volgens mij vond Fleur ze ook goed gekeurd. En dit is dus echt super chill, want ja, Fleur is soms wel kieskeurig met de supplementen. Als ik in poedervorm bij de brokken doe, dan eet ze het gewoon niet meer op. En op deze manier krijgt ze het toch binnen. En lekker makkelijk in tabletvorm. En nu kun je ook zeker weten dat ze alles binnenkrijgt en niks in de voerbak laat liggen. Dus volgens mij zijn ze goedgekeurd. Nou, ik heb even een paard gereed van een stalgenootje. En dit is een Fries. En ik heb hier de 3 verschillende supplementen. Dus ik ga in tabletvorm. Dus ik ga nu kijken wat hij ervan vindt. De eerste voor luchtwegen. Volgens mij is die wel goed gekeurd. Lekker! Dan heb ik er nog 1 voor de spijsvertering. Nou, die is ook goed gekeurd. Of lust de Fries alles? Lekker! Ja, oh, die is helemaal goed gekeurd. En dan hebben we de laatste nog. Kijken of die lekker vindt. Oeh, wat is dat? Nou, volgens mij was die 2e voor de spijsvertering het lekkerste volgens deze knapper. Nou, ik ga jullie even laten zien wat ik Fleur en Fien tegenwoordig geef qua voer. En als eerste geef ik haar Vibra Premium, dat is een lucerne mix. Ja, het is gewoon een soort lucerne met een klein vitaminebrokje erin. En gewoon gezonde natuurlijke mineralen zitten erin. En dat krijgen ze eigenlijk. Mijn paarden krijgen eigenlijk geen brokken, omdat dit eigenlijk niet goed is voor een paard zijn maag. En die van mij hebben het ook niet nodig, want ze is fit genoeg op alleen deze lucerne mix. Dus daar krijgt ze ongeveer een halve schep van. En nu ietsjes minder, omdat ze eigenlijk niet gereden wordt. Dus ja, dan hoeft ze ook niet zo heel veel voer te hebben. Dan wordt ze alleen maar dik. Dus dat vul ik in de bakjes. Dan krijgt Fleur de lijnzaadkorrel. En dit vind ik super makkelijk, omdat van Horse Fit Shop.
omdat dit in een korrelvorm is en je daardoor je bakjes niet versmeert. Helaas hebben ze nog niet alles in korrelvorm, dus ja, we moeten het met deze doen. Hier krijgen ze 2 schepjes van, 1 keer daags. En ze wil heel graag eten hebben. Het is helemaal hyped. Ja, eten er. 2 schepjes. En dan heb ik iets wat op grond viel. Namelijk de souplesse siroop van Vitastel. En deze geef ik aan Fleur nu op dit moment omdat ze dus kreupel is. En op die manier probeer ik toch wel een beetje haar spieren bij te houden en dat ze lekker soepel blijft. Dus die ga ik er nu bij in doen. En ik probeer dit eigenlijk niet in alle bakjes te doen, maar in 1 of 2 bakjes. En dan ben ik meestal 1 of 2 dagen ben ik hem alweer. En dan doe ik het weer in 1 of 2 bakjes, want anders versmeer je die bakjes zo. Dan wordt alles een beetje zo sompig. Dus doe ik hierin. Was er 30 milliliter van. Dat vindt ze niet heel lekker. Maar goed, het is wel goed nu voor de spiertjes. Zo. Gaan we dicht. En dit is dan eigenlijk het moment wat ik Fleur voer. En dan zou ik nu zo nog even Pien laten zien. Ik ga deze bakjes dicht doen, wegzetten en dan pak ik de bakjes. Nou, nu het voer van Pien. Pien krijgt hetzelfde. De Luzerne mix van Fibra. En hier zitten geen suikers en melassen in. En dat is voor Pien heel belangrijk, omdat Pien zomereczeem heeft. Ik heb ze een klein handje van. Zo. Het is eigenlijk meer voor het idee omdat Fleur ook wat krijgt. En Pien doet natuurlijk ook wel wat voor de kar. Dan krijgt Pien ook de lijnzaadbrokjes van Horsfordshop. Dan krijgt ze 1 schepje van op de dag. Pien is natuurlijk veel kleiner, dus die hoeft niet zoveel te hebben. Zo. En dan als laatste krijgt Pien de gembermix van Horsfordshop. En dat geef ik niet het hele jaar door, maar eigenlijk een beetje in de periodes winter, zomer, zomer, winter, als ze van vacht en zo gaat wisselen. En dit is heel goed voor de stofwisseling. Ik heb altijd het idee dat het bij Pien wel goed helpt, omdat ze met die zomereczeem zit en haar vacht ook niet altijd lekker is. Dus dan toch een beetje gezonde vitamintjes erbij. Dan krijgt ze 1,5 schepje van per dag. Zo. En dan is het voer weer klaar en dan kunnen ze weer de hele week genieten van hun voertjes. Nou, we hebben lekker gewandeld met Fleur nog voor haar blessure. En ik hou je natuurlijk op de hoogte wat er nou precies met Fleur aan de hand is. En we gaan dit tot op de bodem uitzoeken in de hoop dat Fleur natuurlijk weer topfit wordt en lekker in de sport kan rijden met mij en met mijn bijrijder. Dus Fleur gaat wel gewoon lekker op de wei, want ik vind het belangrijk dat ze wel beweging krijgt. Fleur is niet zo heel raar of doet niet druk op de wei. Dus in principe mag ze gewoon op de wei. Ik vind het zielig om ze de hele dag op stal te laten. En ik denk ook niet dat dat bevorderlijk is voor haar herstel. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het was een beetje een chaotische video. En ik heb proberen nog wat leuks van te maken. Ondanks dat alles een beetje misloopt. Dus vergeet niet duimpje omhoog te doen. Als je de video leuk vond, te abonneren op het kanaal om niks te missen. En tot de volgende video. Doei! Doei! Ze wil dat ook.